De Schwienswei is bekend als een mooi natuurgebied aan de rand van Sittard. En wat is er mooier in een natuurgebied dan een echte imkerij? Een van de initiatiefnemers is Oscar Lensen. Oscar, hoe kwam je op dit idee? Door de insectenachteruitgang. 80% van de insecten zijn inmiddels verdwenen. Het initiatief begonnen om een imkerij te starten, zodat we de bestuivers hun werk kunnen laten doen, zodat de natuur ook mooi blijft en de insectenstand op orde blijft. Nou, ik ga de kast controleren. Kijken of ik broed kan vinden. Als dat aanwezig is, dan weet ik dat we sowieso een koningin hebben als ik broed in alle stadia zie. Met hoeveel mensen zijn jullie hier actief? We hebben een kerngroep van 8-9 man. En ik ben met Jacques hier bijna dagelijks wel vindbaar. Deze moeten we hebben. Die moet wel. Ja. En dan gaan we kijken of we de koningin kunnen vinden. Het is een natuurgebied, maar jullie doen meer dan... Hoeveel bijen hebben jullie zo? Jullie hebben één volk? Ik heb 3 volken. Een bijenvolk nu. Dan praat je over 5.000 bijtjes. 10.000 bijtjes. Als een volk op volle sterkte is, dan praat je over 60.000 bijen. Ik zie je boven. Zie je hem? Oh ja, hier. Dit is de koningin inderdaad. Ik heb 2 volkjes gekocht en eentje heb ik vorig jaar ingevangen. En dat is ook meteen het grootste volk wat ik in handen heb. Normaal lopen er hofdames omheen. Dit jaar hopelijk inderdaad voor het eerst slingeren. We hopen inderdaad wel wat honing te bemachtigen dit jaar. En waar kunnen wij de authentieke Schwienswei honing straks kopen? Dat kan hier. We hebben een Facebookpagina en een website. En daar komt het dan op te staan. Ik heb nog een bijzondere vraag. Ik zie, het is een prachtige warme dag, maar ik zie daar toch nog wat roken. Waarom wordt hier gerookt? Nou, ik heb mijn beroker aangestoken om hebben we een controle uitgevoerd op een van de kasten. Dan heb ik mijn pak aan en dan beroken we over de bovenlatten, zodat de bijtjes gaan dan naar binnen, want die denken van wat is dit? Het brand. Er is brand. Die gaan voer halen. Zie je, als je berookt, dan duiken ze naar binnen. En dan gaan ze... dat is voer. Voer, ik voel het dan gewicht. Ja. Nou, het is allemaal nectar. Waardoor ze rustiger worden. En doordat ze voer hebben, kunnen ze met hun achterlichaampje wat minder goed bewegen. Waardoor ik minder kans heb om gestoken te worden. Gesloten honing. Kamers. Hier, open broed. Eitjes in alle stadia. Ja, dit is de broedkamer. Hier begint de broedkamer, zie ik. Hier, allemaal larven. Dus ze zijn vol bezig. We hebben hier enorm veel insecten. Ja, en wilde bijen hebben we nog niet heel veel gezien. Maar vlinders in overvloed. Ook hele bijzondere vlinders. Die heel zeldzaam zijn en zelfs op de rode lijst staan. Jacques Koenen, jij bent ook een van de initiatiefnemers van de Vrienden van de Schwienswei. En jullie hebben 280, zal ik maar zeggen, leden. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn allemaal vrienden van verschillende leeftijden. Want of dat 40-plusser is, maar ook de oudere mensen die dat weten waarderen hier, dat natuurgebied. Die dragen ons een warm hart toe. En dat komt ook mede door het Pieterpad en de Jacobsroute die hier doorheen lopen. En daardoor leren ze dus de Schwienswei kennen. Hè.
De Zwinswei is van heel oud. Het was een grensoverschrijdend gebied is dat. Je moet in het natuurgebied de Zwinswei moet je eigenlijk kijken als een groot verbindingsgebied tussen de verschillende natuurgebieden. Als je de Rode Beek die ontspringt in Brunsup, die komt lopen hier door de dingen heen. Dus die dieren die migreren mee over die Rode Beek heen. Daarboven ligt Park Millebos en Zwinswei 2, dat een particuliere stichting is. En die hebben ook allemaal dat bosgebied. En dan het Gleenbeekdal. En die treffen zich hier in dit gebied en migreren dan over elkaar heen door die verschillende natuurgebieden heen. Jullie stimuleren hier de bijenvolken, maar jullie doen nog meer voor insecten. Ja, we hebben hier ook een wilde bijenhotel. We hebben een opvang voor vlinders, voor rupsen van vlinders en van eventuele poppen. Als er ergens wat gemaaid moet worden, en dat moet gemaaid worden, we hebben het liever niet. We wachten dan rustig af dat de vlinders zich uitkomen en zo wat meer. Maar als het gemaaid wordt, dan halen we die poppen weg voorheen en dan slaan we die hier op. En de eerste poppen die zich hier ontwikkeld hebben, dat was de koninginnenpage. En je hebt straks Oscar gehoord hoe trots dat hij kan zijn dat zo'n koninginnenpage zich hier ontwikkelt en dan weer losgelaten wordt. En dat is wat we hier gedaan hebben, is voor die bijenkasten op te zetten. En als gevolg daarvan hebben we afgelopen jaar met een sponsor hebben we hier een groot 2000 vierkante meter vaaltje om laten ploegen. Ingezaaid met wilde bloemen. De vogel in jullie logo, wat is dat voor vogel? Dat is een ijsvogel die in het logo zit. Die ijsvogel die komt op verschillende plekken hiervoor. Is ook een beschermde vogel. En we hebben op het moment, wat we hier zo hebben, 37 verschillende zangvogels die zitten. Maar ook de vos, de bevers, die zitten hier in dat gebied. Vorige week zaterdag was ik hier. Toen kwam ik een wandelclub tegen die vol enthousiast waren aan het vertellen, want dat ze de das gezien hadden.